Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op de Hoogte, hier vanaf het Van der Valk Hotel in Tiel. Ja, en vandaag praat ik met Jan, de General Manager, over de activiteiten rondom deze zomer. En met Elfie van der Valk over het Vitaal Hotel. Ga je mee? In Hotel Tiel is volop activiteit. Het oude gedeelte wordt omgebouwd tot Vitaal Hotel. En in de nieuwe hoteltoren is er volop gezelligheid. De nieuwe kamers worden volop geboekt. En Jan Rutgers begint aan een druk seizoen. De zomer komt weer aan. Het wordt weer terrasweer. De asperges staan weer op het menu. Maar wat kunnen we nog meer verwachten deze zomer? Nou, allereerst de zon. Die komt er nou echt aan, heb ik me laten vertellen. En dat is eigenlijk wel goed, want we hebben mooi de tijd gehad om het terras helemaal op orde te brengen. We hebben er een nieuwe bar neergezet. We hebben nu de overkappingen, dat mensen ook in de schaduw kunnen zitten. En we zijn bezig met een barbecue concept voor op het terras in de zomer. Kan je er meer over vertellen? Ja, nou, het is eigenlijk net hetzelfde als het live cooking. Live cooking doen we natuurlijk het hele jaar door binnen. Ja, wat houdt dat live cooking concept in? Live cooking is een all-inclusive concept waar de kok dus echt voor je staat te koken. Dus het is van een visje tot een worstje tot een steak. En dat wordt dan allemaal voor jou op de manier zoals jij het wilt hebben klaargemaakt. Dus jij zegt, ik wil het medium, dan krijg je het medium. Wil je het wel dan? Allemaal geen probleem. En hoe zit het met sportieve activiteiten? Nou ja, eigenlijk de activiteit in Tiel en omstreek is toch te fietsen. Hè? En mensen worden ja, steeds enthousiaster, ook met al die elektrische fietsen. Binnenkort krijgen we ook nieuwe fietsenstallingen bij het hotel. Ook weer met oplaadpunten. Dus we keten er ook absoluut voor. We zeiden het al, de oude laagbouw van het hotel wordt grondig verbouwd. We staan in de laagbouw van het hotel. Dit waren perfecte kamers, die zijn we nu aan het strippen voor Valk Vitaal. Een Vitaal Hotel moet je eigenlijk zien als een hotel met zorg. Wij bieden modulair zorg aan, dus op het moment dat er iemand zegt ik wil een extra beugeltje hebben in de badkamer, brengen we dat extra beugeltje aan. Of iemand zegt dat hij op de hotelkamer wil dineren, dan kan dat, dan wordt dat gebracht. En zo zijn we modulair bezig om een ontzorgd concept te maken voor onze gasten. Laurien zocht initiatiefneemster van Valk Vitaal, Elfie van der Valk, op. Ik hoorde iets over Van der Valk Vitaal. Wat houdt dat precies in? Van der Valk Vitaal is gezond eten, bewegen, vitaal zijn. Hoe word je gezond dan? Nou, met name door gezond te eten en goed te bewegen. En dat alles in balans, zodat je daar je goed bij voelt en dat je meer energie krijgt en dat je je lekker voelt, lekker in je lijf zit. Wat doen jullie? Met name bewegen, fitness, zwemmen komt er binnenkort aan. Het zwembad gaat eerdaags open. En dan daarbij begeleiden we je intensief door fysiotherapeuten, maar ook door een podotherapeut, ergotherapeut, oefentherapie. Op al die vlakken word je dus begeleid om gezond te worden. Dus jullie hebben een fitnessruimte, ja. Een zwembad, allerlei specialisten op allerlei gebieden en dus ook veel persoonlijke begeleiding. Is het dan alleen voor mensen die een bepaalde klacht hebben of ook voor andere mensen die gewoon willen zwemmen of gezond willen worden? Ja. Gezond zijn is al heel fijn als je dat hebt. Gezond worden is natuurlijk voor mensen die herstellend zijn uit een ziekenhuis of uit een operatie. Die kunnen hier ook verblijven op Vitaal, Van der Valk Vitaal Carekamers. Wat is dat? Dat is een verpleegafdeling, zeg maar, waarin je vanuit, als je te goed bent voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis, kan je hier herstellen. Onder begeleiding van de fysiotherapeuten of een andere therapeut herstel je en kan je een periode hier verblijven. Valk Vitaal als onderdeel van Van der Valk Hotel Tiel zet een nieuwe trend. En in de volgende Op de Hoogte heeft Laurien het over de hybride auto's. Hybride is half benzine, half elektrisch. Maar ja, ook die moet je opladen. Bij Van der Valk hebben ze een oplaadpunt voor elektrische en dus ook hybride auto's.